Hi. Hallo. Hallo. Hi, Patty. Ik ben Tineke. Hi, aangenaam. Leuk je te ontmoeten. Ja, leuk je te ontmoeten, ja. Ja. Spannend, hè? Ja, inderdaad, ja. Mm-hmm. Oké, Patty, ik heb de eer omdat ik jou de eerste vraag mag stellen. Ja. Wat betekent queer voor jou? Queer. Ja. Queer. Voor mij, ik weet het niet zo goed wat het voor mij betekent. Queer, wat ik weet van wat queer is gay culture. Dus alles wat met fashion te maken heeft, met kunst, denk ik. En politiek misschien. Maar voor mij is queer heel anders. Omdat je hebt natuurlijk intersectionaliteit. Dus dan kom je op zwarte queer en witte queer. En ik vind dat queer echt gebaseerd is op witte gay en lesbian. Dus dan is het voor mij, heeft het niet echt een betekenis. Je zou, kan je er niet mee identificeren? Nee, eigenlijk niet, nee. Okay. Nee. Je zou jezelf geen queer noemen? Nee, nee, nee. Okay. Ja. Ja, interessant. Ik had er nog nooit zo naar gekeken. Ja. 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 Maar ik ben nu wel nieuwsgierig geworden. Welk woord jij gebruikt dan, hè? Als je geen queer gebruikt. Wat gebruik ik? Ja. Gay. Oh, okay. Gay. Okay. Ja, gay. Ja, gay eigenlijk, ja. Ja. Queer is voor mij, ja. Ik gebruik het zelf ook niet. Mm-hmm. Maar misschien omdat ik al wat meer grijze haren heb, dus ik ben er niet mee. Ik ben er niet mee groot geworden, om het maar even zo te zeggen. Maar ik vind de meeste mensen die ik tegenkom die zich queer noemen, die zijn echt, ja, die conformeren zich niet. Nee. Die zijn gewoon wie ze zijn. En, nee. Ja, ja. Dat merk ik ook. Weet je, I don't care. Ja. So I'm queer. Ja. Ja, dus ik zie het meer als een statement. Oké, ja. Ik snap het ook wat je bedoelt, ja. 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 Oké. Ja. Ja? Ja. Hoe uitverzet zich in jouw leven? Zo. ik denk, ik ben opgevoed door mijn moeder. Mm-hmm. En mijn moeder kwam uit een gezin van 11 mensen. En je weet, in de Surinaamse Creoolse familie is het vrouw die de broek aan heeft. Ja, ja. Dus de eerste feminist die ik kende, dat was mijn oma. Oh, mooi. En ik ben opgevoed met dat je onrecht, dat je daarvoor moet opkomen. Mm-hmm. Dus ja, zolang als ik mezelf ken. Ik kan me nog herinneren op de lagere school. Ik woonde inmiddels in Nederland als 6-jarig meisje. En er werd een jongetje in de klas altijd gepest en in elkaar geslagen. En ik weet dat ik toen al voor hem opkwam van, waarom doe je dat? Yeah, weet je? Yeah. En ik ben altijd activistisch geweest eigenlijk, denk ik. Mooi. Ja, als ik me kan herinneren. Ja, ja, mooi. Ja. Mooi. En altijd actief geweest, vanaf dat ik 17, 18 jaar ben. Mooi. In de beweging, de gaybeweging, maar zo te zeggen, LGBT-beweging. Mooi. Ook al hou je misschien niet van het woord. Nee, mooi hoor. Is de Bijlmer een plek waar verzet, afwijzing zich duidelijk uit? Ja. Verzet zeker. Er zijn verschillende instanties en groepen geweest in de Bijlmer die voor ons opkwamen. Zoals Lozon bijvoorbeeld, Ernestine en André bijvoorbeeld. Dus dat is heel fijn. Er zijn nu verschillende groepen ook die zich uiten naar verzet. Dat is heel fijn. Maar binnen de LGBT-gemeenschap, dat is wat minder. Ik vind wel dat er in de Bijlmer nog steeds een soort van taboe heerst. Dus het wordt nu wel besproken, maar het is nog steeds wel een taboe. Er zijn geen organisaties die zich specifiek inzetten, zeg maar. Ik zit in een soort collectief. Mm-hmm. Black Queer and Trans Resistance, NL. En wij zijn nu heel beginnend. En er zijn ook een paar groepen, maar het is nog heel klein. Vergeleken met de grote groepen als Bijeen bijvoorbeeld of zo, zoiets, ja. Dus het is wel, maar het is heel erg nieuw nog, ja. Wat doen jullie dan?
Wij hebben laatst een mars georganiseerd voor Saviero. Hij werd in elkaar geslagen. Ja, ik heb meegelopen. Ja. Ja. Oh, fijn. Ja, ja, leuk. Ja, ja. Oh, leuk. Ja. Ja. Hij werd dus in elkaar geslagen. En er werd gewoon niks gedaan nationaal. Dus wij dachten van, ja, wij moeten er iets aan doen. Ja. Ja, dus zulke dingen zijn er wel. Of mensen die bij elkaar komen wekelijks om over zulke onderwerpen te praten. Maar het is niet zo groot net als wat de zwarte gemeenschap doet, de heteroseksuelen. Dat is niet zo groot. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Wat betekent Suho voor jou? Ja, de Suho. Ik ben... ik denk vanaf 1979 ja. Ben ik actief geworden bij de SUHO. Dat was de Surinaamse homo-organisatie toen. Okay. Wat wij deden was eigenlijk een combinatie van dingen. Kijk, het activisme van vroeger... Het was al eigenlijk het organiseren van een feestje. Dat was al heel activistisch. Heel activistisch, ja. Om mensen bijeen te brengen. Een veilige plek te creëren. Dat is één ding wat we deden. Maar tegelijkertijd deden we ook heel veel aan educatie. Aan zelfontplooiing. Aan het stimuleren van Surinaamse LHBT'ers om over zichzelf na te denken. Ik ben toen, omdat het met name mannen waren, ja, Surinaamse mannen, die meer op de voorgrond waren. En toen heb ik het initiatief genomen om de Surinaamse vrouwen bijeen te brengen onder de SUHO-vrouwen, onder die paraplu. Ja. En dat zijn gewoon vriendschappen van voor het leven. We hebben nog steeds contact. En die vriendinnen, die zijn meer dan 60, zeg maar. Ik was altijd een broekie tussen hun. Maar ik heb bijvoorbeeld zo Gloria Wekker leren kennen. Gadija Chuni. En het was ook een hele bijzondere tijd. Want je had net de flower power beweging had je achter de rug. Zeg maar de tweede feministische golf. Dus we waren voor vrouwenbelangen ook aan het opkomen. Maar tegelijkertijd waren we met racisme bezig. Tegelijkertijd waren we bezig om zwarte emigranten vrouwen een gezicht te geven in de Nederlandse, witte Nederlandse samenleving. Ja. De LHBT gemeenschap bij elkaar te brengen, te organiseren. Dus we waren echt gedreven. Mooi. We waren echt heel erg gedreven. Heel veel passie, heel veel plezier, heel veel discussies. Ja. Ricardo, heel veel discussies. Ja, snap ik. Dat wordt het vermoeiende toe. Ja. Maar ja, dus voor mij betekent de SUHO heel veel. Ja. Ik denk dat heel veel jongeren zou ik dat ook gunnen. Zoals jullie zeggen, van ja, jij zegt, jullie hebben een groep. Organiseer veel dingen waar mensen bij elkaar kunnen komen en kunnen discussiëren en kunnen praten. Ja. Omdat ik gewoon zelf gewoon gemerkt heb hoezeer ik daarvan gegroeid ben. Ja. Ik ben jullie echt dankbaar. Want door jullie kunnen wij gewoon inderdaad zulke marsen organiseren of bespreekbaar op internet. Wij kunnen gewoon heel vocaal zijn. Ik denk niet dat dat mogelijk zou zijn zonder jullie. We hebben een beetje geploegd. Ja. De aarde een beetje omgespit. Ja. Ja. Misschien zijn we niet veel verder gekomen dan dat. Maar toch beetje bij beetje. Ja, maar zo gaat het. Ja. Leuk je te leren kennen. Ja, echt. Ik had helemaal niks voor.